Goedenavond. Zit je er weer klaar voor? We hebben weer een live modeshow voor jullie voorbereid. Het is immers woensdagavond 19:30 en dat doen we dan de vaste prik. Ik sta hier met een cadeaubon in mijn handen. Een cadeaubon ter waarde van 25 euro. En die kan je niet winnen. Dat is slecht nieuws, hè? Nee hoor. Het is namelijk zo, we hebben deze maand Shoptober. Oktober is bij ons Shoptober. En bij besteding van iedere 100 euro krijg je zomaar zo'n cadeaubon van 25 euro. En die mag je dan weer besteden in november. En die kan je dan lekker verzilveren op weer iets leuks voor jezelf. En vandaag stond ik de hele dag in Coevorden op de vloer. En dan merk je dat iedereen er zin in heeft. Dat mensen ook zin hebben in een nieuwe winterjas. En dat mensen gewoon zin hebben om lekker te shoppen voor zichzelf. Want ja, daar word je immers gewoon blij van. Ik ga natuurlijk wel wat verloten vanavond. Ik ga vandaag een mooie broek van Red Button verloten. Normaal sta ik daar dan even mee in de handen. Maar dat was wel een beetje veel om dat nu vast te houden. Want we hebben heel veel verschillende modellen van Red Button. Een aantal gaan ook vanavond natuurlijk voorbij komen. Maar ben jij nou zo'n grote Red Button fan? Of wil je het gewoon vooral eens een keertje gaan proberen? Ja, dan kan je nu natuurlijk hier onder dit bericht reageren. En dan kan jij zomaar de winnares straks zijn. Nou, we gaan lekker beginnen met onze eerste ronde. En volgens mij staat Natasja te popelen van ongeduld. Kijk, ze komt er al aan in haar allereerste outfit. En ja, die outfit die kwam vandaag nieuw nog binnen. En dan moet die natuurlijk altijd meteen in de show voorbij komen. Ja, alleen een jurk showen, dat doen we natuurlijk nooit. We doen er altijd even een jasje over. En daarom heeft Natasja gekozen voor dit lekkere leren jasje van Gypsy. Met al die leuke gouden ritsen, gouden details. Het is eigenlijk een basismodelletje geworden. Maar afgelopen seizoen was het dan meer zilverkleur. En nu gaat het meer over goud. Nou, de jurk, daar ging het eigenlijk vooral om deze ronde. En deze jurk komt uit de collectie van K-Design. En ja, dat zijn prachtige jurkjes. Deze heeft ook weer een heel klein pofmoutje bovenop. Je ziet ook hele mooie tinten hierin verwerkt. En heel veel bruin tinten. Want ja, daar, dat zien we gewoon heel veel in de collecties voorbij komen. En nu in combinatie met een beetje dat oudroze en dat groenige. Eigenlijk een beetje de kleur ook van mijn pak. Dus daarom matchen we zo leuk voor de eerste foto. Ik doe even je mouw naar beneden, Natasja. Want het is ook een heel mooi mouwtje hier. Leuk aangerimpeld. Het is een elastiekje, dus dat zit altijd mooi. En dan krijg je toch ook weer dat beide effect over je armen. Nou, er zit een hele mooie ceintuur bij en een mooie cognackleur. Maar omdat Natasja vandaag koos voor de mooie hoge laarzen van dwars in het zwart, hebben we dan ook maar gekozen voor een zwarte riem, want dat matcht dan nog het beste. Maar de bruine riem, die krijg je er gewoon bij. Hebben we niet, nee, hebben we niet bij de hand, hè? Nee, is jammer. Nou, is dat een verrassing voor als je in de winkel komt. Hij staat ook al op de webshop volgens mij, dus dan kan je hem daar ook nog even bewonderen. Dankjewel Natasja voor jouw eerste ronde. En de eerste ronde van Inette is ook heel erg leuk. Ga maar eens even kijken. Want Inette en ik zijn vanavond een beetje zusjes. Maar dat gaan we zo zien. We gaan namelijk eerst even kijken naar jouw mooie winterjas. Ja, een heerlijke jas uit de collectie van Reset. Super lichtgewicht, een echte warme, donzen jas. Dus mochten we een strenge winter krijgen, en daar heeft iedereen het natuurlijk continu over, dan is dit een heerlijke, warme jas. Goede taupekleur en aan de binnenkant is hij afgewerkt met zwart. Dus met make-up en dergelijke heb je nooit een probleem. En zeker natuurlijk niet als je zo'n mooie sjaal erbij draagt. Dat heb je er goed bij uitgekozen. Nou ja, en waarom zijn Inette en ik dan zusjes vandaag? En ik zal je jas even aannemen. En dan kan je sjaal ook nog wel even af. Ja, we willen natuurlijk alles zien. Inette en ik dragen hetzelfde pak. Nou ja, bijna hetzelfde pak. Want zoals je ziet, natuurlijk zie je een kleurverschil. Maar je ziet ook een modelverschil. En dat zit hem dan vooral in de broek. Wij dragen allebei een pak van Enco vanavond. Met een bijpassend blouseje. En we wilden het maar eens eventjes helemaal in één kleur houden. Er zijn namelijk blouses bij met printjes. Die ook heel goed bij de pakken passen. Maar er zijn ook effe blouses bij. En het modebeeld schrijft soms ook voor om het eens een keer helemaal in één kleur te houden. En daar creëer je natuurlijk ook lekker lengte-effect mee. Nou, Inette heeft dan gekozen voor de flarepijpenbroek die erbij zit. In beide gevallen kan je kiezen voor een strakke broek of voor een wijde pijp. Ja, en dat is maar net waar je dan het meeste zin in hebt. Leuk ook om los te combineren natuurlijk. Vorige week is dit pak geshowt met een witte blouse eronder, maar vandaag vond het wel heel erg leuk om dat in het roze te doen. Ja, een topcombinatie. Erg leuk. Dankjewel Inette. En Inette zei al, ik geloof dat hij nog maar mee moet naar huis, hè, het pak. Ja. eens even kijken, dan wordt het of Margreet of Jennifer. Dit is Margreet, ik zeg Margreet. Ja, leuk Margreet in deze mooie jas van, moet ik even spieken,
Is het District? Ja, het is District. Ik hang even deze jurken weg, want die hangen mij een beetje in pad. Deze jas van District, dat is echt een favoriet. Want dit is een jas gemaakt van een soort van softshell. En dat betekent dat hij heel lekker aanvoelt. Het is ook weer een lichtgewicht jas. Hij heeft een beetje een stretchgevoel in de schouders. En ja, mooie details. Dat zwarte hier, de leuke knoopjes daar. En je moet de mensen even de rug toekeren, Margreet. Want er zit gewoon een hele leuke zwarte bies achterover. Het pand. Dus ja, dat maakt zo'n jas gewoon net even helemaal leuk. Ook de capuchon, hele mooie capuchon, zit er aan vast. Belangrijk om te weten, heel vaak kunnen capuchons losgeritst worden, maar deze zit er aan vast en zorgt ervoor dat je het niet koud gaat krijgen. Nou, daaronder hebben we eigenlijk weer een overlap. Ik had net een overlap met Inet en nu ook met jou, Margreet, want we dragen dezelfde blouse. En dan kan je zien dat je zo'n blouse op twee totaal verschillende manieren kan dragen. Want we vinden het natuurlijk altijd leuk om dingen door te combineren. Nou, dit vest wat Margreet hier aan heeft, komt uit de collectie van Rino en Pelle. Is precies diezelfde groene tint in combinatie met zwart. Ja, en dan draag je daar natuurlijk gewoon lekker zo'n zwart travelbroekje bij. Daar moet ik iets over vertellen. Is dit de Penny trouwens? Ja. Heb je Enco aan? Ja, dit is ook van Enco. De broek Penny hebben we al heel lang in de collectie. Dat blijft een van onze favorieten. Echt een fijne basis. Van een travelstof, maar we hebben hem nu ook in een dikkere kwaliteit binnengekregen. Dus straks voor de winter is die soms die dunne travel een beetje koud. En dan kan je ook voor de dikkere variant kiezen. Dus er zijn twee stofdiktes. En ik wijs mijne even aan, want dit is toevallig dan de dikkere variant weer. Ze zijn allebei 79,95. Dus voor de koukleumen onder ons die willen gewoon een wat dikkere broek, dan kan ook die zwarte in een dikkere variant. Hè, dan heb ik weer een tekst. Nou, ik geef jij de jas mee, alsjeblieft. Ja, en dan hebben we nu Jennifer nog te goed. Die is er vanavond bij. En Jennifer past ook helemaal in het plaatje van Enco. Alhoewel, jouw jas is natuurlijk van een ander merk. Dat is van Nucus. Dat is het tussenjasje, zoals we dat noemen. Dat noemen we echt geen winterjas. Dat mag je zo niet zien. Het is een jas voor tussendoor, tussen de seizoenen door. Zoals nu lekker in de herfst, dat je je zomerjas niet meer aan kan. En dat het misschien nog wel een beetje te warm is voor de winterjas. En dan kies je voor een tussenjas zoals deze. Ook voor mensen die veel met de auto reizen bijvoorbeeld, is het soms helemaal niet nodig om zo'n hele dikke poemel aan te hebben. En dan wil je soms gewoon een iets makkelijker jasje aan hebben. Leuk in die oud-roze tint. Nou ja, dan komt er nog meer oud-roze tevoorschijn. Oh ja, mag ook hoor. Ja, nou kan beide. Oud-roze uit de collectie van Enco. En nou zagen we in de eerste ronde net van Inet dat hij dus dat roze pak aan had. Hetzelfde pak als wat ik droeg. En toen zei ik al, er zijn ook leuke blousjes bij. Nou, dat is dit er eentje van. Dit is precies die roze kleur. Oh, ik kreeg een schok. En dan zie je ook gelijk de andere broek. Dat is dus de strakke variant van die Inet zojuist aan had. Dus dan kan je hem ook hierbij een voorstelling maken. Leuk met een giletje. Heel veel giletjes natuurlijk op dit moment. Zorgt ook echt voor wat meer warmte. Die dunne blousjes zijn op een gegeven moment straks echt wat te koud. En als je zo'n bodywarmertje of een giletje aan hebt, dan zul je merken dat je gewoon echt wat meer warmte daaraan hebt. En het staat natuurlijk ook nog eens superleuk. Als laatste de boots. Hele mooie boots van Dwars Leren Boots. In de Chelsea vorm natuurlijk zien we nog steeds volop in het modebeeld. En durf dan eens een keer een andere kleur te nemen in plaats van zwart. En dan dat lichte. Dan moet je zien hoe mooi je dat kan combineren. Dankjewel. Daar gaat hij weer. Natasja heeft zich omgekleed. Die gaat weer voor een jurkje. En die gaan we nu bekijken. Dat jurkje komt uit de collectie van Enjoy. Maar natuurlijk willen we eerst je jas bekijken. En met dat ik jou in deze jas zie, bedenk ik mij, die had Inet net ook aan. Dus ik ben heel snel over jouw jas uitgepraat. Maar wel leuk om eventjes de combinatie met je sjaal te zien. Deze sjaal met dat mooie roze, wat natuurlijk ook terugkomt in de jurk. Ja, en weet je, het is leuk om soms te variëren bij een jas met een andere kleur sjaal. Dan krijg je toch net eventjes weer een andere uitstraling mee. En die sjaals zijn over het algemeen rond de 1495, 1995. Dus daar kan je ook nog een keertje mee wisselen. Ja, en dan de jurk. Die jurk hebben we nog niet eerder voorbij zien komen in de shows. Dit is een jurkje van Enjoy. Ik zei het zojuist al, een wat rechter modelletje met een bijpassende ceintuur. En daar hebben we eventjes een blouseje onder gedaan. Ja, laagjes natuurlijk, ook voor extra warmte, maar ook voor toch een beetje een andere look. Heel leuk met dat roesteltje aan de bovenkant en dan ook die trompetmouw aan de onderkant. Die zijn allemaal van K-Design. Hebben we in het zwart, in het wit en in het off-white. Dus je kan heel veel combineren daarmee.
Ja, als laatste de Chelsea boot natuurlijk ook bij jouw outfit. Net die hoge laars, nu de Chelsea boot. Vandaag werd het ons in de winkel ook gevraagd. Ja, wat voor laarzen dragen we nu bij de jurken? Nou ja, dit kan dus heel goed. Het kan een hoge laars zijn. Het kan een enkel laarsje zijn. Het hoeft niet per se een hak te zijn, want zo maak je hem gewoon wat stoerder. Dankjewel, Natas. Mooi. Kijk ze altijd schattig, hè? Eens even zien. Ja, Inet, ook mooi weer in deze outfit. Dat moest ook al mee, hoorde ik, hè? Ja, jij hebt denk ik te weinig kastruimte, Inet. Ja, ik denk het ook. Deze jas die Inet hier draagt, een hele leuke van Frequent. Een jas van 99,95. Is ook wel leuk om eens eventjes te weten. Lekker prijsje. En wat natuurlijk leuk is, is dat je daar de mouwen uit kan halen. En dan heb je een bodywarmer. We hebben hem al eens eerder geshoten, maar het is leuk om dat nog eens een keer weer te benoemen. Hier zit de rits. En dan heb je een bodywarmer. En dan kan je hem dus op twee verschillende manieren dragen. We hebben hem in het zwart en in het taupe. Nou, daaronder een leuke outfit van allerlei verschillende merken. Wat dacht ik? Ik maak het Vanessa maar eens even flink moeilijk met al die merken. Het bodywarmer jas allereerst. Zal ik je jas even aannemen? Want jij hebt met bodywarmer ook nog even wat te doen. Want deze is namelijk reversible. Een reversible bodywarmer van het merk Barbara Lebec. Dus kan aan die mooie briekkant en dan kan aan de mooie zandkant. Kijk, zo is het ook heel erg leuk. Maar heb je een vrij neutrale zwarte outfit, is het natuurlijk soms best wel leuk om zo'n kleurtje als contrast te gebruiken. De sweater die Inet draagt is van Lecomte. Het is een wat oversized model. Hij valt wat losser. En dan zie je als je heel goed kijkt dat daar letters op staan. Maar je kan er eigenlijk geen woord van maken. Want hij loopt helemaal op de armen door met een klein pantenprintje. En als laatste de broek. De broek komt uit de collectie van Serres. Zit ook een beetje zo'n wieberachtig vormpje in. Met een opgestikte naad. Nou, die broeken zitten altijd heel comfortabel. Hoe zie je in de boord? Is dat met een knoop of is het met een... Knoop en elastiek. Nou, hoe fijn wil je het hebben? We moeten het ons ook niet moeilijker maken dan dat het is. Erg leuk. Dankjewel voor deze leuke merkenmix. Nou, zit je er klaar voor? Er komt een hele spectaculaire outfit aan van Margreet. Laat maar zien, Margreet. Ja, mooi. Kijk, ook nog even een sjaal erbij gedaan. Dat had je net nog niet, maar zo is het wel helemaal af. Ja, hoe gaaf. Dit moet je durven. Maar we hebben natuurlijk al heel vaak genoemd dat de pakken in de mode zijn. Nou, dat gaan we ook echt meer en meer zien. Blazers met een pantalon, met wijde pijpen, met strakke pijpen. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar als het maar een pak is. Nou, deze hele gave is net binnengekomen van Esqualo. En ja, dat groen met dat kobalt zijn ook echt de kleuren van dit moment. Hebben we ook leuke truien bij. En zowel met korte mouw als met lange mouw. De app nu een kort mouwtje er onderaan. Hè? Ja. Dat is een heel fijn truitje. Ja, hij hangt hier. Pak hem wel even. Ach joh, hè? We zijn er nu toch. Dit is het truitje wat Margreet eronder draagt. Weet je, dan heb je niet helemaal een lange mouw. Het is niet zo warm. Er zit een leuk drukknoopje op de achterkant. Maar je kan ook voor lange mouwen kiezen als je daarom dat wel graag wilt. Ja, ik vind het een heel leuk pak. Leuk met die sjaal eromheen. Dat kobaltblauwe staat je ook altijd erg mooi, Margreet. De pijpen zijn behoorlijk lang. Margreet moest even wel werken met een hakje, maar het gaat net. En ja, ik ben heel benieuwd wat de mensen thuis hiervan vinden. Ik vind het hier erg leuk staan. Ik vind het ook een heel gaaf pak. Maar ik begrijp ook dat niet iedereen hiermee gaat lopen. Dus het is echt voor de liefhebbers. Leuk, dankjewel. Eens even zien wie we dan nog gaan bekijken. Dat is Jennifer. Ja, niet botsen daarboven de trap. Zullen we meemaken, zeg. Ja, van heel veel kleur even weer naar neutraal. En dat is ook wat de mode dit seizoen zo leuk maakt. Het is aan de ene kant heel erg kleur. Heel veel explosie in allerlei tinten ook. En aan de andere kant is het heel mooi rustig. Ook erg fijn. En zo kan je dat natuurlijk gedurende de week ook zelf lekker afwisselen. Een mooie jas. Dit was de allereerste winterjas die binnen was dit seizoen. En daar werd meteen heel goed op gereageerd. Maar we hebben er nog een paar. Dus mocht je nou denken, oh ja, die jas die vond ik vanaf het begin af aan al zo mooi. Maar ik heb hem nog steeds niet. Dan moet je nu vaart maken. Mooie champagnekleur uit de collectie van Rino en Pelle. En dan zijn die ritsen op de mouwen inderdaad echt de eyecatchers. Capuchon van deze jas kan eraf. Dus dat is ook wel even fijn om te weten. Ja, het is gewoon een plaatje. Wat eronder zit is ook een plaatje. Een soort van eenvoudig, maar toch weer mooi in zijn eenvoud. Een gebreide jurk uit de collectie van Geisha met een driekwart mouwtje. Ja, onder deze jurk is het natuurlijk leuk om een panty te dragen. Mag ook wel een maillot zijn, een wat dikkere variant. En dan zien we dat jij ook diezelfde boots weer aan hebt die je zojuist ook al even aan had. En dan zie je dus ook meteen dat het ook bij een jurkje erg leuk staat. Ja, en die strepen, ik vermoed dat we dat nog meer gaan zien de komende tijd. Want die zwart-wit strepen, of zwart ecru strepen in dit geval, dat is wel iets wat ineens trend blijkt te zijn. En daar heeft Geisha al heel vroeg voorzien en mooi verwerkt in deze leuke lange jurk, trui, ding. Ja.
Zoiets. Dankjewel. Natasja staat er klaar voor, zie ik aan haar voetjes. En Natasja heeft ook deze ronde weer een heerlijke warme jas. Deze hebben we nog niet eerder gezien, Natasja, in de show. Dus die willen we even goed bekijken. En dit is een lekkere slaapzak, noem ik ze altijd, hè, van Gaisia. Lekker doorgestikte jas. Een keer geen glanzende, maar een matte variant. Dus wat dat betreft heb je ook keuze. Er zit hier ook weer een rits in verwerkt met drukknoopjes. En dat heeft natuurlijk ook wel een functie. Want als je de jas helemaal van boven aan toe, van beneden tot boven helemaal dicht ritst. Dan is het wel fijn dat je wat ruimte kan creëren met die ritsjes aan de zijkant. De sjaal die Natasja erbij draagt is van Smashed Lemon. Kan je weer aan twee kanten dragen. Twee totaal verschillende prints. En die past erg mooi bij de jas. Nou, dan gaan we je uitpellen. Afpellen. Uitkleden. ja, wat zien we hier? We zien hier een gilet. De giletjes zien we op dit moment zowel kort als lang. En deze lange komt uit de collectie van Pools. Een mooie pied de poel ruit als je goed kijkt. Hij is een beetje uitvergroot. En dan zie je ook gelijk de kleurcombinatie erg mooi. In dat bruinige met grijs. En dat komt dan natuurlijk ook in de rest van de set terug. T-shirtje daaronder met een lange mouw. En een hele mooie opdruk van pailletjes en glimmertjes. En de broek, hier hebben we er eentje. Dat is er een van Red Button. En dit zou zomaar de broek kunnen zijn die jij misschien vanavond gaat kiezen. Want we gaan een Red Button broek verloten. En dat is ook deze. Deze is grijs zoals je ziet. En heeft een streepje, krijtstreepje. Want krijtstreepjes horen ook in dit seizoen er weer helemaal bij. Maar we hebben natuurlijk nog 1000 andere modellen. Nou ja, bijna 1000, niet helemaal. Maar heel veel verschillende andere modellen. En als je daar straks eens even naar wil speuren. Dan kan je dat natuurlijk ook in onze webshop vinden. Als laatste jouw sneakers. Gevoerd met Teddy, heerlijk warm. Nu nog even met blote voeten erin, maar het is ook leuk met een sokje. En zeg je nou, dat oranje accentje in die veter, dat weet ik niet zo. Nou, dat is geen probleem. Die kan er ook uit, want daar zit een dubbele veter in. En dan kan je hem ook gewoon in deze zandkleur er doorheen rijgen. En dan is hij iets neutraler. Dan moet je niet gaan vallen op de trap, hè, met je veter zo open. Vind ik een beetje eng. Voorzichtig. Dankjewel. Een rondje nog te goed van Inet. En Inet die draagt hier ook weer een mooie naturel. Je bent van de naturelle vandaag, hè? Niet te gek. Maar wel erg mooi ook weer. Deze jas is wederom van het District. Zoals ik net zei, aan de ene kant hebben we matte jassen en aan de andere kant glanzende jassen. En deze glanst dan weer een beetje meer. Een fijn modelletje qua lengte ook. Hij komt net tot over de billen. Maar hij is niet te lang, dus ben je wat kleiner en wil je niet zo'n hele lange jas, dan is dit ook een fijne. De capuchon kan eraf. Hij is gevoerd met dat hele lekkere zachte teddy, of bont eigenlijk, nepbont natuurlijk. Maar die kan je er ook afhalen. En mooie details, ja, eigenlijk onder jouw arm met zo'n klein bandje, kan je nog een beetje verstellen en tailleren. Dus er zit heel veel op en aan om te ontdekken. Daaronder ook moois om te ontdekken. Ik was echt zelf even benieuwd. Ga even kijken naar de prijs. €149,95 is deze jas. Dus wel leuk om eventjes te weten. Daaronder een set die helemaal afkomstig is uit de collectie van Another Woman. Een wat losvallende vestje. Ja, vestjes zijn natuurlijk lekker warm. Want dit is het shirtje wat eronder is. Dat is wat dunner. Dat is gewoon t-shirt stof. Het vestje valt daar lekker nonchalant overheen. En heeft prachtige knoopjes als eyecatcher. En dan zou je bijna denken, Inet, dat jij een jumpsuit aan hebt. Maar dat is natuurlijk niet zo. Jij hebt een top met kool met een bijpassende broek aan. En die broek heeft ook weer zo'n heerlijke elastische boord. Helemaal in paisley print. Paisley is nog steeds belangrijk. En onze cameravrouw Wendy gaat even inzoomen. Want die paisley bevat heel veel kleurtjes. Er zit dat roest in, er zit jeansblauw in. Je zou ook deze top heel mooi kunnen combineren met een spijkerbroek bijvoorbeeld. Dus ook hierin weer heel erg leuk om ook los van elkaar te mixen. Mooi, ik geef je de jas mee. Dan hebben we die gelijk weer op de plek waar die moet zijn. Dankjewel. Nou, en Margreet staat er klaar voor. Margreet in een outfit van hoofdzakelijk Gaisia met een jas van Barbara Lebeck. Een hele mooie. Ja, jassen hoeven in de winter echt niet alleen maar zwart of donkerblauw te zijn. Juist zo'n lichte jas is dus een keer helemaal wat anders. En hoort er ook wel echt bij in dit seizoen, want we zien veel ook lichte jassen. De jassen van Barbara Lebeck vallen wat rechter, zijn wat minder getailleerd. Waardoor we ook een heel mooi groot pasbereik hebben. En de jassen van
layback gaan tot en met maat 50. Dat is misschien ook fijn om eens een keer te weten. De sjaal die je erbij draagt, ook heel mooi, die zebra print. Hij was, ik wil even kijken, want volgens mij is hij ook leuk geprijsd. Ja, ook 19,95. Kan natuurlijk bij je zwarte jas heel mooi, maar met zo'n lichte jas ook prachtig. Dit kan eruit. Dit is wel echt wel voor bescherming van je kraag. Dat zorgt ervoor dat je make-up of je... toch je huid geeft altijd wat af, dan heb je dat niet gelijk zo in je kraag zitten. Maar als je de jas gaat wassen, dan kan je het bondje er ook uithalen. En als je denkt, nou ik hou niet van bondjes, dan doe je gewoon lekker de sjaal aan de binnenkant. En dan is het op zich ook opgelost. Capuchon kan er ook in zijn geheel af. Goed, wat zit eronder? Een hele leuke outfit. Wij hebben vorige week, had je hem ook aan, hè, Margreet? Ja. Maar ik weet eigenlijk niet, ja ik ga het wel verklappen. Ik ga het gewoon verklappen. Misschien heb je gezien, wij hebben aantal maanden eigenlijk een commercial lopen op RTV Drenthe. En dat was nog helemaal in een zomereditie, dus we wilden een najaarseditie maken. Die is nu in ontwikkeling en Margreet had daarin ook deze outfit aan. En omdat het zo leuk was, gaan we vandaag ook in zijn geheel even showen. En binnenkort dan dus ook te zien Margreet op de beeldbuis bij RTV Drenthe in een commercial van Kampsmode. Het gilet is van Garcia en het pak is van Gaisha. En die merken worden nog wel eens met elkaar verward, omdat het natuurlijk een beetje op elkaar lijkt. Hier een wat groter vallend gilet. Hij is ook echt wat tot bijna over de schouders, een beetje robuuster. En dat hoort er helemaal bij het stijltje van Garcia zoals ze het bedacht hebben. En daaronder een pak wat bijna ook weer een jumpsuit lijkt, maar weer niet zo is. Het is een leuke sweater. Oh, prijskaartje. Leuke sweater met een broek van Gaisha. En als je die in zou zoomen, ik weet niet of je het in beeld kan krijgen, Wendy. Is het zwart met camel en een klein beetje blauw. Dus ook met jeans is het weer een hele goede combinatie. Maar zo helemaal bij elkaar is het ook een plaatje. En die wijde pijpen staan je ook iedere keer weer mooi. Dus ook op deze manier. En wat zeggen we dan in de commercial? Hopla! Hopla! En dan ben je helemaal de mooiste versie van jezelf. Ja, leuk! hebben we nog meer? Ja, we hebben nog meer. Jennifer. Ik doe weer een stapje opzij voor Jennifer. Want Jennifer die draagt hier zo'n heerlijk... Ja, ik vind het nou echt zo'n herfstoutfit. Als je dan een boswandeling gaat maken op zondagmiddag en dan wil je toch een beetje mooi zijn. Moet je kijken hoe leuk je hiermee bent. En met jouw hond Luna zie ik het ook helemaal voor me. Moet hij alleen niet tegen je opspringen, want dan heb je alles vies. Hè? Maar erg leuke outfit uit de collectie, tenminste het vest van Nucus. Lekker oversized. Kan je een beetje als jas dragen, maar kan je ook echt wel goed binnendragen. En hier zitten allerlei bruin tinten in verwerkt. Daaronder draag je gewoon een hele eenvoudige blouse eigenlijk van Opus met een V-halsje. En ook de broek is van Opus. Dat is een suede look broek, dus dan noemen we dat een suedine. Met die ritsjes met zakken. Mooi aangesloten modelletje. En voor de derde keer deze show bij jou ook, die lichte boots. Dus je moet niet denken dat je dat soort boots bij één outfit gaat kopen. Want het kan dus echt bij heel veel. En dat laat Jennifer hier op een hele mooie manier zien. Leuk, dankjewel. Dus even kijken, hoe staat we ervoor? Hebben we nog meer? Nee. Nou ja, en eigenlijk heb ik ook al het een en ander over mijn outfit verteld. Ik zei het al, Enco, dat is allemaal van Enco. En mocht je nou denken, oh, vind ik echt heel erg leuk, maar ik wil juist een keer een broek met wijde pijpen, dan hebben we die hier ook bij. Dus je kan ook bij deze kleurblazer kiezen voor een broek met wijde pijpen. En dan zijn er ook nog leuke printbloesjes bij, dus je kan lekker variëren. En ik ga natuurlijk nog een winnares bekendmaken. Voor de Red Button broek. En daar is iemand voor gekozen. Dankjewel. Dat is Brenda. Brenda Ruinemans. Gefeliciteerd Brenda. Jij mag ons een berichtje sturen. En dan nodigen we jou uit in een van onze winkels. Waar jij graag komt om een leuke broek uit te kiezen. En voor hetzelfde geld woon je wat verder weg. Want dat gebeurt ook steeds vaker. En dan kunnen we je natuurlijk verwijzen naar de webshop. Maar neem even contact met ons op. En dan zorgen we dat jij een mooie broek gratis van ons krijgt. Van Red Button. Nog één keer, Shoptober. Gun jezelf een leuke nieuwe outfit en krijg dan gelijk een cadeaubon van €25 daarbij voor november. En hoop ik dat jullie vanavond weer lekker geïnspireerd zijn thuis, dat je ervan genoten hebt. En natuurlijk hopen we je binnenkort weer in de winkel te mogen ontvangen. Volgende week zijn we er ook en dan ben ik nu al zenuwachtig voor, want dan gaan we het een beetje anders doen. En daar kan ik eigenlijk niet te veel over zeggen. Maar het is zeker de moeite waard om volgende week even te kijken. Gaan we iets nieuws proberen in de show te verwerken. En dan vanuit Koevoorde. Dus ik hoop dat je dan ook weer kijkt en ons support. Bedankt voor nu. Een hele fijne avond. En tot gauw. Doei doei.